Prinsjesdag is ook de belangrijkste hoedendag van het jaar. Een van Groningen's bekendste hoedenspeciaalzaken is Maison Nuver. Geleid door de familie Nuver is de zaak al 25 jaar een begrip in Groningen. In de speciaalzaak hangen veel hoeden van ontwerpster Mirjam Nuver. Haar hoeden werden vandaag door verschillende Kamerleden gedragen. Voor ons is het een bijzondere dag. Wij kijken eens even voor de televisie zomereen wat er allemaal te zien is. En wat ze allemaal op hun hoofd hebben en wat voor gek ze weer bedacht hebben. En of het een kachelpijp wordt of een krant gevouwen of anders iets geks. Ja, als je op wilt vallen, dan doe je een hoed op. En wil je nog meer opvallen, dan doe je een gekke hoed op. Marianne Besselink van de PvdA en Janneke Snijder van de VVD dragen beide hoeden van Mirjam Nuver. Het ontwerp van het hoedje van Mario van Dijken valt niet bij iedereen in de smaak. Ik vond de hoed niet geschikt voor deze mevrouw die hem op had. Ik vond het eigenlijk jammer, want ze heeft vrij groot hoofd. Maar als ze een beetje een ander soort hoed opzet, nou, dan had het wel wat beter geleken. Want ik vond het nou net een beetje peppie en kokkie. Bij Maison Nuver is de passie voor hoeden het hele jaar aanwezig. Het is alleen jammer dat ze vaak alleen de extreme dingen laten zien en niet de vrouwen die heel mooi zijn, die heel mooi gemaakt zijn door die hoed. Die laten ze niet zien. En dat vind ik ook weer jammer.